Welke grote mysteries bestaan er nog rond de oerknal? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, wij wonen in een heelal dat allerlei heel bizarre eigenschappen heeft. Je kunt er de vreemdste vragen over stellen. De meeste dingen die we in het heelal hebben, die kun je niet eens zien. Daarvan kunnen we niet eens begrijpen wat ze zijn. En iedereen zit er altijd in zijn hoofd over van, wat is hier nou aan de hand? Wat is dat voor een raar heelal? Hoe werkt dat allemaal? Dus u kunt zich voorstellen, als ik op een willekeurige wine and cheese party ben of bij een borrel en iemand komt erachter dat ik een sterrenkundige ben, nou dan kun je het gelijk al, wat is een zwart gat? Wat was er voor de oerknal? Een paar van die vragen wil ik eens even met u behandelen. Wat zijn nou de grote mysteries die er nog over zijn? De dingen die we echt nog niet hebben opgelost aan het heelal. En heel specifiek ga ik proberen u uit te leggen, wat was er voor de oerknal? Hoe maak je überhaupt een oerknal? Hoe werkt dat, een oerknal? Hoe maak je zomaar een heelal uit niks? Waarom is er iets in het heelal? U zult denken, ja, wij zijn er toch? Maar dat is best wel raar en dat zal ik u uitleggen. Er hoort eigenlijk helemaal niets te zijn in het heelal. Het feit dat wij er zijn is heel bijzonder. En dan de volgende vraag. Is er maar één heelal? Of zijn er misschien nog meer heelallen? Dat zijn mysteries waar we nu nog mee worstelen. En daar zal ik proberen u iets over te vertellen. Nou, laten we maar eens beginnen met, wat was er voor de oerknal? Een hele redelijke en goede vraag. Hè? Ooit was het heelal maar zo groot als een grapefruit. Dat moment noemen we de oerknal. Toen begon het uit te dijen. En dan krijgen we de hele toekomst van het heelal. En het gaat steeds sneller uitdijen. Maar daarvoor, wat was er dan? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. En eigenlijk is het goede antwoord, het was niet. Er is geen voor de oerknal. Hoe kan ik dat nou eens uitleggen? Nou kijk, het uitdijen van het heelal, dat is het maken van steeds meer ruimte tussen alle melkwegstelsels. Ruimte is er niet al, ruimte moet je maken. Ruimte is ook iets. Dus het uitdijen van het heelal is het maken van steeds meer ruimte. Maar het geschiedenis hebben van het heelal is het maken van steeds meer tijd. Het heelal schrijdt voort in de tijd. En de oerknal, dat is het moment dat je begon met ruimte maken en begon met tijd maken. Dus als het ware in een stopwatch het startpunt. Er was geen voor de oerknal. Wat was er voor de oerknal is net zo'n vraag als wat is er buiten het heelal? Er is geen buiten het heelal. De naam zegt het al. Het heelal is het hele al. Het heelal is alle ruimte die er is. En de geschiedenis van het heelal is alle tijd die er is. Dus voor het heelal was er geen tijd. En buiten het heelal is er geen ruimte. Tijd en ruimte moet je maken. Dus de vraag, wat is er voor de oerknal, heeft eigenlijk als antwoord, voor de oerknal bestaat niet. De oerknal is het begin van de tijd en daarvoor is er niet eens tijd. Dus dan kun je ook niet spreken over voor de oerknal. Hele vreemde manier van denken die je je moet aanleren als je probeert te denken over de evolutie van het heelal. Gewoon omdat het niet past bij ons normale voorstellingsvermogen. En de andere vraag is natuurlijk, wie toverde die grapefruit? Het hele heelal was zo groot als een grapefruit op het moment van de oerknal. Het hele zichtbare heelal voor ons dan tenminste. Maar daarvoor dan, waar kwam die grapefruit vandaan? Dat is de hamvraag. En ik wou dat ik het wist. Wat is het probleem? Het probleem is dit. Wij kunnen al heel veel begrijpen over hoe de natuur werkt. We weten dat alle dingen op een grote schaal van het heelal beschreven worden door de theorie van Einstein, van zwaartekracht en tijd en ruimte, de relativiteitstheorie. En die werkt prima, daar kun je van alles mee uitrekenen, de evolutie van het heelal, de bewegingen van de sterren en planeten, kun je zo nauwkeurig uitrekenen als je zelf wil. Een hele nauwkeurige theorie. Als je nou wil begrijpen
hoe wij werken, hoe materie werkt, hoe atomen aan elkaar hangen en hoe atomen met elkaar kunnen botsen en elkaar kunnen plakken en hoe een atoom een molecuul kan worden, hoe moleculen leven kunnen worden, dan moet je begrijpen hoe deeltjes werken en hoe de krachten tussen deeltjes werken. En de theorie die we daarvoor hebben, die heet de kwantummechanica. Dat is de theorie van kleine deeltjes en hoe die zich gedragen. Dat is ook een hele goede theorie. Hoe je die theorie ook test en pijnigt, alles wat je daarmee voorspelt, dat kun je ook echt nameten, dat klopt. Bijvoorbeeld in die hele grote versnellers bij CERN, waar ze nou weer deeltjes tegen elkaar aan het botsen zijn, gebeuren hele moeilijke dingen, maar je kunt het voorspellen, je kunt het uitrekenen. Die theorie werkt prima. Het probleem is, die twee theorieën verdragen elkaar niet. Als je probeert te rekenen aan een probleem waar de zwaartekracht en de krachten tussen de deeltjes allebei even belangrijk zijn, dan kom je er niet uit. Want we hebben geen theorie die die netjes aan elkaar plakt. Gelukkig hebben we daar bijna nooit last van. Als je twee deeltjes in een molecuul bekijkt, de zwaartekracht tussen die twee is verwaarloosbaar. Daar hoef je niet over te praten. Kwantummechanica is alleen genoeg. Als je wilt praten hoe de maan om de aarde draait, dan doe je dat met zwaartekracht, met Einstein en Newton. En heb je de kwantummechanica niet nodig, gaat toch helemaal goed. Het probleem is, als je materie zo dicht op elkaar perst, dat 100 miljard melkwegstelsels die we nu kunnen zien, samen allemaal in één zo'n grapefruit passen, dan wordt de zwaartekracht zo sterk en dan wordt de kwantummechanica ook zo belangrijk dat je ze allebei tegelijk nodig hebt. En dat kan niet. Daar hebben we nog geen theorie voor. Dus wat moeten wij doen om de oerknal te kunnen begrijpen, om te begrijpen waar die vandaan komt? Dan moeten we eerst een betere theorie van de natuur maken. Dat is heel moeilijk, want normaal maak je theorieën van de natuur door te kijken naar de deeltjes en door te kijken hoe het beweegt en die metingen te verklaren met de nieuwe theorie. Het probleem was, het enige moment in de geschiedenis van het heelal waar het allemaal belangrijk was, was de oerknal. En die proberen we nou net te verklaren. Dus het is bijna een cirkelredenering. Het is een ontzettende worsteling waar theoretisch natuurkundigen al tientallen jaren mee bezig zijn om te proberen dat aan elkaar te knopen, zodat we uiteindelijk een keer zullen kunnen begrijpen hoe je een oerknal maakt. Maar nu kunnen we het nog niet. Daar zit nog een heel zwaar stuk huiswerk in voor alle sterrenkundigen en alle theoretisch natuurkundigen om dat uit te zoeken. Nou zei ik net, die theorie van die kwantummechanica, de theorie die deeltjes beschrijft, die werkt perfect, die werkt heel goed. Alles wat je kunt nameten daaruit, dat komt allemaal heel mooi uit. Dat is helemaal waar. En dus bestaan wij niet. Want de belangrijkste voorspelling als je met de oerknal rekent, of net na de oerknal met de kwantummechanica, is dat er alleen maar energie moet zijn in het heelal en geen deeltjes. En dus bestaan wij niet. Ja, nou ja. Maar wij bestaan wel. Dus die kwantummechanica klopt niet. Verhip. Stond ik toch te liegen. Heel raar. Laat ik eens proberen iets beter uit te leggen wat ik daar nou mee bedoel, want dit is echt een vreemd verhaal. Kijk, de theorie van Einstein over energie en materie, die zegt E is mc kwadraat. Dat weet u allemaal, hè? De formule die iedereen kent, E is mc kwadraat. Wat betekent dat nou, E is mc kwadraat? Nou, dat betekent dat je E, energie, en materie, m, in elkaar kunt veranderen. Je kunt materie, daar kun je energie uit maken en uit energie kun je weer materie maken. Maar daar gelden hele strikte vaste regels voor. Als je uit pure energie een deeltje wil maken, dat mag. Maar dan moet je er ook een antideeltje bij maken. Dus voor ieder deeltje waaruit wij bestaan, bestaat er ook een antideeltje. En die lijken heel erg veel op elkaar, alleen één ding is net tegengesteld. Bijvoorbeeld de lading. Als dit een elektron is, zoals die dingen die in atomen draaien, dan is dit een zogenaamd positron. Precies een elektron, maar dan positief geladen. En als je die bij elkaar zet, poef, kun je er weer pure energie uit maken. Maar altijd strikt één deeltje, één antideeltje. Nou, dat gebeurde bij het begin van het heelal ook.
Er was een hele grote bal met energie, die hele hete oerknal. Daar zat allemaal energie in. En uit die energie werden allemaal deeltjes gemaakt en antideeltjes. En toen begon het uit elkaar te bewegen. En toen begon het af te koelen. En dan gaan al die deeltjes en antideeltjes elkaar weer opzoeken. Dan worden ze weer energie. En dan is het te koud geworden. Dan kun je niet meer uit die energie deeltjes maken. Dus dat loopt af. In het begin heb je deeltjes en antideeltjes. Dan dijkt het allemaal uit, koelt het af en dan heb je alleen nog maar energie. Dus zijn wij er niet. Het feit dat wij er zijn, betekent dat er nog een onvolledigheid zit in die kwantummechanica. Er is toch iets dat ervoor zorgt dat je die regel van strikt één deeltje, strikt één antideeltje kunt breken. Onze natuur heeft een heel klein beetje voorkeur voor materie boven antimaterie. Daarom bestaan wij. Je kunt zelfs uit de hoeveelheid energie en materie in het heelal uitrekenen hoeveel voorkeur het heelal heeft voor materie. Het blijkt dat voor iedere 10 miljard antideeltjes heb je 10 miljard plus één deeltje. En dat zijn wij. En die andere 10 miljard deeltjes en antideeltjes, die zijn we pure energie geworden. Dat is er ook nog in het heelal. Dan is het aan het uitdijen, dan is er allemaal straling in. Dus er is nog een natuurwet te ontdekken, dat weten we zeker. En dat is de natuurwet die ervoor zorgt dat wij er zijn. Dat is dus een hele belangrijke natuurwet. Die geeft een beetje voorkeur voor materie boven antimaterie. Nou, daar zijn we op allerlei plaatsen naar aan het zoeken. We weten het echt nog niet. Bijvoorbeeld op CERN. U hebt misschien in de krant gelezen dat ze op CERN weer net begonnen zijn met de deeltjesversnellers aan te zetten en metingen te doen. Misschien vinden ze daar iets nieuws waaruit je zou kunnen verklaren waarom er meer materie dan antimaterie is. Maar dat is dus nog te doen. Goed. Dat waren drie raadsels. Het vierde raadsel is, hoeveel heelallen zijn er eigenlijk? Kijk, het is een beetje lastig om over te praten, want ik weet niet eens hoe je één heelal moet maken. Dat heb ik net uitgelegd. Eén oerknal kan ik niet maken. Maar ja, dat is niet erg, moeder natuur weet het wel, want wij zijn er. Er is een oerknal geweest. Dus moeder natuur weet hoe je een oerknal moet maken en wij weten het nog niet, hopen we ooit achter te komen, maar het kan dus. Nou is een ijzeren wet in de natuur en dat is als iets kan, dan gebeurt het ook. Dus ja, als je een heelal kunt maken, kun je een heelal maken. Dus die grapefruit, die oerknal is er. Dat is natuurlijk meteen de volgende vraag. En nog één. Kan dat ook? Ja, tuurlijk kan dat ook. Dus het kan heel best zijn dat er een heleboel heelallen zijn. Allemaal aparte oerknallen. Maar het is wel een beetje lastig. Want ik heb u al uitgelegd, het heelal dat wij nu kunnen zien, het voor ons zichtbare heelal met 100 miljard melkwegstelsels, was bij de oerknal zo groot als een grapefruit. Maar het hele heelal waarin wij wonen kan best groter zijn. Want buiten wat wij kunnen zien is er nog veel meer. We weten alleen niet hoeveel meer. Dus van ons eigen heelal waarin wij wonen, kunnen wij al maar een klein stukje zien. Als er ook nog andere heelallen zijn die uit andere oerknallen zijn ontstaan, kunnen we die al helemaal niet zien. Dus het is heel goed mogelijk dat er meer heelallen zijn. Het is eigenlijk zelfs wel logisch dat er meer heelallen zijn, want als je er één kunt maken, kun je er ook meer maken. Maar we zullen ze waarschijnlijk nooit kunnen zien, dus we zullen nooit echt kunnen meten dat die andere heelallen ook bestaan. Dus het is een beetje tussen filosofie en natuurwetenschap in. Het is heel logisch dat ze bestaan, dat volgt uit onze natuurwetten, maar we kunnen waarschijnlijk nooit een meting bedenken waardoor je zeker kunt weten dat het ook echt zo is. Maar we leven dus in een heel vreemd heelal, waarvan er een heleboel dingen nog niet te begrijpen zijn. Daar is trouwens een hele mooie optimistische spin aan te maken, want natuurwetenschap is natuurlijk eigenlijk gewoon het ontdekken van dingen. Hè? Als alle natuurwetten ontdekt zijn, als we alles begrijpen over het heelal, dan kan ik morgen mijn hypotheek niet meer betalen. Want dan ben ik werkeloos. Nou, gelukkig is dat niet zo. Gelukkig zijn er nog steeds een heleboel vragen. En ik heb er een paar gezegd. Die vragen zijn zo groot dat je er zelfs nog wel een Nobelprijs voor kunt krijgen. Als je erachter komt wat donkere materie is, dan win je een Nobelprijs. Als je erachter komt wat donkere energie is, dan win je een Nobelprijs. Als je ontdekt
hoe de oerknal is ontstaan, dan win je een Nobelprijs, misschien zelfs wel twee. Als je ontdekt waarom wij er zijn, waarom er überhaupt materie is, dan win je een Nobelprijs. Als je ontdekt hoeveel heelallen er zijn, zijn er al 6. Ja, nou, er zijn er een paar daarvan, bijvoorbeeld wat is donkere materie, waarvan ik wel enige hoop heb dat ze in de komende 10 jaar opgelost zullen worden. Maar er zijn er ook wel die voor de wetenschappers van de toekomst zijn. Want dat gaat nog lang duren. En de wetenschappers van de toekomst, dat is de jeugd van tegenwoordig. Dus die heeft ook nog wat te doen. Dank u wel. APPLAUS